We zijn allemaal één en daarom is het belangrijk om stil te staan bij de uniekheid die elke bevolking toevoegt aan ons land, zei minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vandaag tijdens de opening van de expositie in verband met Hindoestaanse immigratie. Deze expositie is georganiseerd door de bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en is bedoeld om een historisch en traditionele weergave te geven van delen van de Hindoestaanse geschiedenis. De opening vond traditioneel plaats door middel van het aansteken van een dia. Ory is van mening dat het belangrijk is om samen te werken aan de opbouw van Suriname in plaats van het creëren van een breuk op basis van etniciteit. Op het ministerie staat het onderwerp milieueducatie, maar ook cultuureducatie op de vlak. Dat betekent ook dat soort aspecten. De president vraagt daarom dat we steeds meer geïntegreerd moeten aanbieden in het onderwijssysteem. Ook het vak cultuureducatie. Dat betekent we zijn samen hier, maar we moeten elkaar cultuurelement beter gaan respecteren. Geheel in de gedachtegoed van onze Jan Adin, die natuurlijk eenheid en verscheidenheid, is een van de meest grote uitdagingen dat wij dat element van Jan Adin, eenheid en verscheidenheid, keertje werkelijk gaan implementeren. Men zegt altijd, hij heeft die drie cirkels. De binnenkant ben jij zelf, ik. Het middenste cirkels waar hij zegt, neem je alles over van elkaar. We eten elkaars eten, we dragen elkaar kleding, we gaan naar cultuurfestiviteiten van elkaar. En de meest verwaarloosde cirkel aan de buitenkant is Suriname.